Burgemeester, wat weet u over het besmette geval? Dat er een kindje in Alphen aan de Rijn woont van 5, wat vorige week op vakantie was in Noord-Italië, afgelopen weekend terug naar huis is gekomen en ziekteverschijnselen had, getest is op het coronavirus en vandaag is die test positief gebleken. De hele familie verblijft in thuisisolatie, zoals dat dan heet. En ja, je hoopt natuurlijk vooral dat het kind heel snel zal herstellen en dat de situatie voor de familie heel snel weer verandert. Want dit is natuurlijk een heel onplezierig einde van een wintersportvakantie. Om hoeveel mensen gaat het in een familie? Het gaat om een kind wat ziek is en besmet is met het coronavirus. En dat kind is thuis. En hoe groot de familie is, daar kan ik helaas jullie voor de rest niets over vertellen. Hoe gaat het met het jongetje of het meisje? Het is in thuisisolatie. Het heeft ziekteverschijnselen. Maar het feit dat het thuis kan zijn, geeft aan dat de situatie niet heel ernstig is. Wat is de vervolgprocedure? De vervolgprocedure is uitzieken. En op het moment dat het kind weer beter is en de andere gezinsleden niet ook besmet raken, dan wordt die thuisisolatie na 2 weken opgeheven. En dan kan het gezin het normale leven weer oppakken. En we hopen natuurlijk dat inderdaad met 2 weken het geval zal zijn. De RIVM heeft bekendgemaakt, of de GGD moet ik eigenlijk zeggen, dat het kind vandaag op maandag niet naar school is geweest. Dat klopt. Het gezin is vorige week op vakantie geweest en is met ziekteverschijnselen teruggekeerd in Nederland afgelopen weekend. De ouders hebben die ziekteverschijnselen bij dat kind goed ingeschat. Het kind is gisteren al getest op het coronavirus en vandaag bleek die test positief. Maar gisteren is die thuisisolatie ook al in werking getreden. Dus er is geen contact geweest met school. Het kind is ook niet op school geweest. Geldt dat ook voor andere familieleden uit dat betrokken gezin? Voor dat hele gezin is op vakantie geweest en dat geldt dus voor het hele gezin. Ik heb bijvoorbeeld niet, om maar een voorbeeld te noemen, gisteren meegedaan aan de 20 van Alphen gezinsleden bijvoorbeeld. Nee, en dat is ook maar heel goed, want gisterochtend was al bekend dat er een vermoeden was van het coronavirus. En toen zijn dus ook gelijk de maatregelen getroffen. En toen was de 20 van Alphen, de 1 kilometer, de 2,5 kilometer, de 5 kilometer echt nog niet gaande. Het gezin en de ouders hebben gewoon adequaat gehandeld en hebben gelijk de testen laten uitvoeren. En die zijn jammer genoeg positief gebleken. Wat gaat er nu in de komende uren gebeuren? Het contactonderzoek bijvoorbeeld? Het contactonderzoek is al gestart. En daar gaat de GGD natuurlijk mee verder. Ik denk dat moet de GGD natuurlijk bepalen, maar dat is relatief overzichtelijk. Want het gezin is afgelopen week in Noord-Italië op vakantie geweest. En dat contactonderzoek zal dus vrij vlot kunnen verlopen. Wat betekent dit voor de inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn? Niks anders dan dat het betekent voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop of Kaag en Braassem. In het algemeen geldt voor iedereen in Alphen aan de Rijn. Wees extra alert op je persoonlijke hygiëne. Dus handen wassen, papieren zakdoeken gebruiken, hoesten en proesten in de elleboog. En voor de rest het normale leven leven zoals je dat altijd al doet. Dus kinderen kunnen naar school, de sportverenigingen kunnen gewoon trainen. Je kan boodschappen doen, je kan naar je werk. En dat zijn steeds de adviezen en die gelden ook in de gemeente Alphen aan de Rijn. Die het RIVM geeft, die de GGD geeft. En daar moeten we ons gewoon aan houden. Maar er worden geen aanvullende maatregelen genomen door de overheid ten aanzien van evenementen bijvoorbeeld, wedstrijden, noem het maar op, momenten dat veel mensen bij elkaar kunnen komen? Op dit moment is daar geen aanleiding toe en wij baseren ons daarbij ook als gemeente Alphen aan de Rijn op de adviezen die de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD ons geven. En dat is de lijn van dit moment. Hoe is Alphen voorbereid op het coronavirus, op de besmetting daarvan?
zoals iedere gemeente voorbereid hoort te zijn. We hebben hier natuurlijk draaiboeken voor. We weten dat de voorzitter van de veiligheidsregio bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Alle burgemeesters van de veiligheidsregio komen morgen bij elkaar. Wij hebben onze medewerkers geïnformeerd. Wij denken na over verschillende scenario's. Dit zijn zaken die jammer genoeg niet alleen nu, maar ook andere keren wel eens voor zijn gekomen. Denk aan de Spaanse griep 11 jaar geleden. Dat maakt dus dat je als gemeente voorbereid moet zijn, ook op dit soort infectieziekten en de bestrijding daarvan. En dat is een taak die gewoon regulier bij de GGD in ons land belegd is. En die hebben daar ook de experts en de deskundigheid voor in huis. Wanneer verwacht u dat er meer informatie bekend komt? Wat voor meer informatie zou je nog willen hebben? We hebben nu de wetenschap dat er 1 kind in Alphen aan de Rijn van 5 jaar besmet is met het virus. Dat is de informatie waarmee we op dit moment werken. Tot slot, had u het zien aankomen dat dit zou gaan gebeuren? Nou, aankomen kun je zo zien aankomen, dat kun je natuurlijk nooit. Het is wel een reëel risico wat op dit moment overal in Europa, dus ook in Nederland en dus ook in Alphen aan de Rijn, kan voorkomen. Dat betekent dat je er rekening mee moet houden.